In Autisme Werkt kijken we hoe het is om te werken met autisme. Vandaag volgen we Carlo. Hij werkt als programmeur binnen een grote organisatie. Yvette Hartman, een in autisme gespecialiseerde jobcoach, kijkt ook mee. Momenteel gaat het goed met Carlo, maar al vroeg in zijn jeugd waren er dingen waar hij tegenaan liep. Uiteindelijk bleek op de lagere school, eigenlijk kleuterschool, dat er toch wat met mij aan de hand was. Ik leefde in een eigen wereld, om het zo te zeggen. Dat viel dus duidelijk op, dus uiteindelijk toch ook, ik was wat minder aangepast, om het zo te zeggen. Lagere en middelbare schooltijd ben ik buitenshuis geweest. Het kon, gegeven de situatie, kon het niet anders. Dus ja, uiteindelijk heb ik me daar gewoon een weg in weten te vinden. Na de middelbare school start Carlo de opleiding wiskunde aan de universiteit. Na het afstuderen lukt het eigenlijk niet om sneller aan een passende betrekking te komen. Ben ik enigszins krampachtig aan het solliciteren geslagen op alles wat los en vast is, met alle desastreuze gevolgen van dien. Uiteindelijk krijgt Carlo in 2005 meer antwoorden op de vraag wat er met hem aan de hand is. Dus toen heb ik in 2005, in de periode tussen twee betrekkingen in, heb ik dus gewoon de diagnose laten stellen. Conform de DSM-4 kwam er dus Asperger uit. En het verklaarde zeg maar uiteindelijk voor mij een hoop van wat er eerder was misgegaan tijdens mijn studie en tijdens mijn eerste betrekking aan het einde. Carlo had tijd nodig om de diagnose te verwerken, maar ging daarna weer aan de slag. Toen ik dus zeg maar 13 jaar geleden in Rotterdam na een periode van werkloosheid en het gegeven van een diagnose weer aan de slag ben gekomen, ontdekte ik eigenlijk dat ik een vrij begenadigd persoon was. Dat ik gegeven met een diagnose, dat ik steeds gewoon werk heb weten te krijgen in een reguliere situatie. Toen dacht ik eigenlijk op dat moment, waarom zet ik mijn ervaringsdeskundigheid niet in voor de doelgroep om zeg maar te zorgen dat zij een wat makkelijker weg kunnen gaan dan ik gegaan ben. Carlo startte samen met Jaap Brandt in 2008 de LinkedIn-groep Autisme ten Top. Dit om lotgenoten hulp te bieden en ervaringen te delen. Toen heb ik het idee gelanceerd om een netwerk voor en rond hoger opgeleiden met een vorm van autisme te doen. Omdat het een groep is waar eigenlijk weinig voor wordt gedaan, maar die groep het geacht wordt zelf uit te zoeken. Ik ken Carlo persoonlijk. Ik heb met hem samen mogen werken voor een aantal netwerkbijeenkomsten vanuit Autisme ten Top, wat hij dus mede heeft opgezet. Ik heb gezien dat het hem heel veel heeft gebracht, maar ik heb sowieso gemerkt dat het voor heel veel mensen die ofwel werkzoekend zijn ofwel aan het werk zijn, heel fijn is om verschillende ervaringsverhalen te horen van mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Dus ik denk dat ervaringsdeskundigen enorm belangrijk zijn om veel meer in te gaan zetten nog. Inmiddels heeft deze LinkedIn-groep ruim 4400 leden. Dus eigenlijk was dat de eerste groep in Nederland op LinkedIn op het gebied van autisme en werk. Het werkt gewoon wel. Ik zeg het, in feite is dat toch ook een groep die in Nederland wel zeker de toon zet. Als je zeg maar overtuigd bent van de persoon, gewoon van de fit binnen de organisatie en van de kwaliteit van de persoon, dan zou ik gewoon te alle tijden moeite doen om hem binnen de organisatie te houden.